In het weekend van 5 en 6 maart was er een bijzondere expositie te zien bij Kunsthuis Kijk aan de Stationstraat in Tiel. Ik ben afgelopen week heb ik een week lang iedere dag gefotografeerd in Tiel. En daarbij heb ik mij het doel gesteld om elke dag één foto uit te kiezen die vervolgens werd uitgedaan. Hierachter ziet u daar een van de resultaten van. Dit is van de eerste dag is dat de foto die ik uit heb gekozen. En wat ik doe is, ik loop rond met mijn camera en ik zoek eigenlijk in de werkelijkheid zoals die is, zonder daar iets aan aan te passen, dingen te veranderen. Ook achteraf in Photoshop doe ik niks. Ik pas hooguit een klein beetje de contrasten aan en dat is eigenlijk het enige wat ik mij aan bewerkingen toesta. Dus ik zoek in de werkelijkheid naar bijzondere beelden die ik vastleg met mijn fotocamera. En op die manier heb ik een impressie van Tiel gemaakt afgelopen week. En daarvan zijn nu de resultaten hier bij Kunsthuis Kijk te zien. Mocht u de expositie gemist hebben, er is nog een herkansing. En vanaf 19 april is het tot en met eind mei te bekijken in het regionaal archief Rivierenland. Waar ik ook op 20 mei nog een lezing zal geven en op 21 mei een fotografieworkshop zal geven.